Welkom bij deze Strong Pilates les. Deze les is iets krachtiger dan het vorige filmpje wat we hebben gepost. Dus voor de mensen die de reguliere Pilates lessen volgen binnen Nieuw-Groenendaal, is dit een mooie les om thuis te volgen. We houden ons aan de basisprincipes van Pilates en dat betekent dat je altijd lengte maakt in je lichaam. Goed bewust blijft van je in- en uitademen, daar gaan we heel erg op werken. Per oefening doen we 12 herhalingen als we eenmaal op de mat liggen. Ik wissel stretching en krachtoefeningen wissel ik af. Ik ga weinig instructies geven, het gaat erom dat je het gaat doen. En het hoeft allemaal niet perfect, blijf dicht bij je adem en volg de oefeningen. Hele fijne les en laten we beginnen. Kom staan op je matje, we beginnen met de warming-up. Plaats je voeten helemaal gesloten tegen elkaar, tenen bij elkaar. En neem je armen via zij mee omhoog. Handen bij elkaar, duimen verstrengeld. En duw je linkerheup naar links en je rechterheup naar rechts. En beweeg afwisselend heen en weer. Hou lengte in je hele wervelkolom. Duw je vingers richting de lucht. Laat je schouders zakken. En duw je voetzolen stevig tegen de mat. Voel je bovenbenen aanspannen. En adem in door je neus. Adem uit door je neus. Nog 4 keer. 3, 2, 1. Eindig in het midden en buig je knieën. Kom met een hele lange rug naar voren. Plaats je handen voor je tenen. Kijk richting je knieën. En buig en strek je knieën. Rechts, links, rechts, links. Let erop dat je je buik dicht bij je bovenbenen houdt. Hou je beide benen gestrekt en ga nu een paar kniebuigingen maken. Diep met je zitvlakken richting je hielen en weer strekken. Luister naar je lichaam. Het mag geen pijn doen. En adem. In als je buigt. Uit als je strekt. Buig je beide knieën. Roel rustig overeind. Adem in. Strek je armen in de lucht. Voeten heupbreedte uit elkaar en je komt met een flat back naar voren. Adem uit. Kom helemaal naar beneden, laat je armen hangen en roll omhoog in adem. Ook de nekwervels, lengte adem in, kijk richting je vingers. En volg je armen weer naar voren, kantel vanuit je heupen. Duw je voetzolen stevig tegen de vloer en roll op je in adem. Hou het tempo aan, wat ik aangeef, adem in lengte, adem uit, kantel je bekken, kom horizontaal met de vloer, kom helemaal naar beneden en roll up, wervel voor wervel, vanaf je stuit, middenrug, bovenrug, nog 1 keer, adem in, neem je arm mee omhoog, kom met een lange rug naar voren, knieën van het slot. Duw je grote tenen stevig tegen de mat. En roll. Kom zitten voor aan je matje. Strek beide benen weg. Neem je armen mee omhoog. Adem in de rijk naar voren. En adem uit. Roll down. Kijkend naar je navel. Schouders zijn laag. Neem je armen mee omhoog. Adem in. Adem uit, roll up. Trek je navel in en op. Kom zitten op je zitbotten. Rijk naar voren, voorbij je tenen. En roll down. Hou je benen goed gesloten. Strek je benen ver weg naar voren. En kom met je borst achter je vingers aan. Werk vanuit de buik. Kantel je bekken. Blijf kijken langs je borst. Adem in, kijk richting de lucht. De armen blijven van de vloer. Breng de binnenkant van je benen stevig naar elkaar toe. En roll up. Zit eerst rechtop. Rijk dan naar voren. Adem in. En adem uit. De hele weg uitademen door je neus. Inademend wegstrekken. En de laatste keer. Adem uit. Kin is dicht bij je borst.
Kijk ver, kijk voorbij je tenen. En roll down. Houd die bovenbenen aangespannen. Kom liggen op je mat. En strek je handpalmen open, schouderbladen plat. Strek je rechterbeen in de lucht. En cirkel naar buiten en naar binnen. Draai je benen uit vanuit je heup. Heel richting het plafond. En adem uit naar buiten. Adem in naar binnen. Nog twee cirkels. En voel hoe je bekken contact maakt met de mat. Voel je schouderbladen tegen de mat aankomen. Strek je armen ver weg. Eindig met je benen in de lucht. Pak je kuit vast. En beweeg je neus richting je knie. Knie richting je neus. Beweeg je ellebogen naar buiten. Kom weer liggen. Arm langs je lichaam in een V, schouderbladen plat. En wissel van been. Strek je linkerbeen ver weg. En cirkel naar buiten voor 1. Adem in. En adem uit. Hou je bekken stil. Ook als je naar buiten cirkelt. Merk je dat je gaat wiebelen in het bekken. Strek je standbeen verder weg. En maak de cirkel wat kleiner. Nog 2 grote cirkels. Dus 8 cirkels aan elke kant. Eindig met je been in het midden. Pak je kuiten vast. Beweeg je elleboog naar buiten. Neus naar je knie. Knie naar je neus. En roll down. Beweeg beide voeten tegen de mat. En lift je bekken op voor 8. 7. 6. Hou het ritme aan. 5. 4. 3. 2. Blijf boven. Stuk je rechterbeen weg. En 8. Hou je knieën in één lijn. Hou je heupbotjes richting de lucht. En laag. Nog 4 to go. Strek je armen weg. 3. 2. Blijf boven. Plaats je voet 15 centimeter uit elkaar. Heupbreedte. Strek je linkerbeen weg. Doe je heel goed tegen de mat. En 8. 7. Adem uit en in. Uit en in. Nog 4. To go. Kijk langs je borst weg. 3. 2. 1. Plaats je voet neer. Roll down. Strek je linkerbeen weg op neushoogte. Breng je rechterknie boven je heup. Lift je hoofd en schouders. Linkerhand onder je rechterknie. Rechterhand bij je enkel. En we gaan voor 1. 2. 3. 4. Lift je schouders wat verder. Van de vloer. 7. 8. Nog 4 te gaan. 4. 3. Hou je bovenlijf stil. 2. 1. Knieën in. Leg je hoofd neer. Flex je voeten. En strek je armen weg naar voren. Lift je hoofd op. En duw weg. Goed je stuit tegen de mat. 1. 2. Trek die navel wat meer in. 3. Puntjes van je schouderbladen naar elkaar toe. 5. Adem uit. Adem in. Adem uit even. 8. Nog 4 to go. 4. 3. 2. 1. Knieën in. Laat je knieën naar buiten zakken. Tenen bij elkaar. Sla je armen om je benen. Lift je hoofd en schouders. En double leg stretch. Flex je voeten. En point je tenen. Flex je voeten. Point je tenen. 4. 5. 6. Adem uit. 7. Adem in. 8. 9. 10. Hou de lengte. 11. 12. Knieën in. En beweeg je beide knieën naar je toe en van je af.
toe. En van je af. Nog twee keer. Laat je knieën rusten in je handen. En we gaan voor de hand-wrap. Lift je hoofd en schouders. Trek je benen weg. Strek je armen weg. En adem in voor één. Adem in voor twee door je neus. Uit door je mond. In door je neus voor drie. En uit door je mond. Vier. Vijf. Zes. En zeven. Acht. Knieën in. Knieën naar buiten. Kruis je rechtervoet over je linker. Pak je vreven vast. En je knieën blijven op deze afstand. We gaan rollen. Rolling like a ball. Roll. Eerst klein. Je kin blijft vuistbreed van je borst. En naarmate je schommelt, merk je dat je steeds een beetje een grotere schommel krijgt. Masseer je wervelkolom. Hou je knieën stil. Niet trekken aan de benen. Hou de afstand tussen de schouders en de knieën gelijk. Nog twee te gaan. En nog één. Kom rechtop zitten. In een spreid zit. Jouw spreid zit. Duw jezelf met je handen omhoog. En dan gaan we voor de saw. De zaag. Strek je armen weg. Draai een kwartslag richting je linkervoet. En nu rol naar beneden. Kin naar je borst. Wervel voor wervel. En rijk met je rechterhand langs je scheenbeen. Kom terug omhoog. En open. Draai naar de andere kant. Jouw spreid zit. Draai je achterste duim naar beneden. En roll down. Wervel voor wervel. Kom eens nog terug in het midden. En omhoog. Andere kant. Eén. En roll down. Beweeg terug. En open. Laatste keer. En down. En terug. En open. Sluit beide benen. Laat je handen achter je. En lift je bekken op voor 1. Adem in. Adem uit. 2. Duw je hielen goed stevig tegen de mat. Vingers wijzen naar je. Zit vlak toe. 3. 4. 6, 7, 8. Rechtop. Beweeg je knieën onder je. Kom naar alfaspositie. Handen en knieën. Strek je rechterarm naar voren. Linkerbeen naar achter. En een kleine puls. 2. Voel je heupbondjes wijzen richting de mat. Strek je arm ver weg. Nog 4. 3, arm en been. Beweeg op en neer. Extra die navel in en op. En 1, crunch. Adem uit. Adem. Adem uit. Voel het bol worden van je wervelkolom. En het wegstrekken. Adem uit. 3. Adem in. 4. Adem uit. 5. Adem uit. 6. Adem uit 7. Adem uit 8. Plaats je hand neer. Plaats je bal van je voet neer. Kom naar je plank. Hou hem lang en buig je knie 1. Adem uit 2. Adem uit 3. Spreid je vingers. Adem uit 4. Trek je navel in en schouderbladen plat op je rug. 6. 7. En 8. Kom op je knieën. Leg je voeten plat. Strek je linkerarm naar voren, rechterbeen naar achter en puls. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En crunch. En strek. Voel de ruimte om je lichaam. 2. Duw de vloer weg. 3. Voel die lengte in je rug. Nog 4 to go. Neem je blik mee. En 3.
2. 1. Plaats je bal van je voet, hand recht onder je schouders. Kom naar je plankpositie en trek je knieën in. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Laat je knieën neer. Buig je ellebogen. Kom plat liggen op je buik. En plaats je voorhoofd op je beide armen. Lift je borst op. 1. Strek je armen zij. Terug en neer. 2. En strek. Terug en neer. 3. 4. Voel de lengte nog steeds. 5. 6. 7. 8. Ga voor 12. Druk je navel in. 10. Stuk je beide benen weg. Klem de binnenkant van je benen. Nog 2 te go. 1. Laat je handen onder je borst. Borst blijft op. Schouderbladen laag. Lift to legs. Open, sluit en neer. En 2. Op, tak en neer. En 3. Schouders laag. 4. Zachte blik. 5. Voel je bovenbenen aanspannen. 6. 7. 8. 9. 10. 2 armen naar voren en 2 armen in de lucht en benen en de sisser. Adem in, adem uit, adem in door je neus, adem uit door je mond, adem in door je neus, adem uit door je mond, adem in door je neus en zo door. 5, 6. 7. 8. Rustig naar beneden. Plaats je handen onder je schouders. Benen bij elkaar. En volg de lijn omhoog met je blik. Kijk naar een punt in de lucht. En kom rustig naar beneden. Beweeg via je knieën naar je child's pose. En blijf hier een moment voor 5 diepe in- en uitademingen. 1, 2, 3, 4. Is het tijd om meer zakken? 5. Alvorspositie. Knieën recht, handen buiten je mat. Kom naar voren. Ik heb nog 3 oefeningen voor jullie. Adem uit. 1. Push-ups. 2. Ellebogen naar buiten. 3. 4. Je mag hem ook op je tenen doen. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Kom op je knieën. En op je onderarmen. Nu draaien we op onze rechter onderbeen voor de zijplank. Strek je bovenste been weg. Je onderarm wijst recht naar voren. Ellebogen recht onder je schouders. Schuif je onderste been erachter. En dan mag je je bovenste benen opplaatsen. Arm in de lucht. En 1, 2, 3, 4. Laat je heup zakken. 5, 6, 7, 8. Lange nek. 10, 11. 12. Arm gaat schuin over half en lift je bovenste been. 1, 2. Goed je navel in en op. Ribben zacht. 3, 4. Duw de vloer onder je weg. 5, 6. Blijf ademen. 7. Voel de lengte. 8. Nog 4 te gaan. 4, 3,
2, 1. Mooi. Draai door. Bovenste arm voor je rechterarm. En draai door naar de andere kant. Dan gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Arm komt overhoog. En lift je bovenste benen. 1, 2, 3. Het belangrijkste hier is dat je de vloer wegduwt. Zowel onder je arm, onder de buitenkant van je linkervoet. Strek je arm ver weg. 8, nog 4 te gaan. 4, alles is boven elkaar gestapeld. 3, 2, en 1. Heel goed, plaats je arm naar voren. Plaats je knieën neer. Plaats je handen recht onder je schouders. En beweeg jezelf naar Downward Facing Dog. En wandel hier. 1, 2, kijk naar je navel. 3, 5, 6, 7, 8. Wandel met je voeten richting je handen. Heel goed gedaan. Voeten heupbreedte uit elkaar. Pak je ellebogen vast. Laat je hoofd hangen. Knieën zacht. En swing van rechts naar links. Adem diep in door je neus. En zucht hem uit door je mond. In door je neus. Uit door je mond. Eindig in het midden. Laat je ellebogen los. En neem nu echt de tijd om super slow op te rollen. Vanaf je stuit. Wervel voor wervel. Plaats je handen op je heupen en maak de pelvis cirkels naar rechts. Hoe voelt het daar? 5, 6. En ook de andere kant op. Voel je voetzolen tegen de vloer. Goed gegrond. En als laatste adem in door je neus. Adem uit, swing. Adem in door je neus. 4 keer. Kom maar. Gooi het eruit, die spanning. Nog 2. Adem naar je vingers en je tenen toe. Nog 1. En release. Super goed gedaan. Dankjewel. Ik wens jullie een hele fijne dag.